De COA zie ik als een heel belangrijke instelling die een soort voortraject doet voor heel veel nieuwe Rotterdammers. En als we dat goed doen, dan hebben we daar heel veel plezier van. En als we dat matig of slecht doen, geeft dat heel veel ellende. Ik vind het een kans voor Rotterdam dat ik direct met de top van het COA kan spreken over wat het in de steden en de wijken doet. En hoe zij dat beter kunnen doen. Dat is mijn verwachting van die nevenfunctie. Nogmaals, ik leg hem u wel voor, want als u in meerderheid zegt, nou, ik zou dat toch niet doen, dan moet ik hem gewoon niet doen. Maar ik heb hem beoordeeld vanuit dat perspectief. Laat er nou iemand die in de gemeente echt weet wat het effect is van het COA-werk, laat die nou direct de bestuurder van het COA daarop aanspreken. Ik snap wat u zegt, hè. Ik begrijp precies wat u bedoelt. Maar het lijkt mij, gelet op naar de recente ervaring die wij hebben gehad met COA, waar zelfs de burgemeester nog heen en weer moest hengelen naar COA en terug rond de opvang van het van de asielzoekers, lijkt het mij onhandig om zo'n functie aan te houden voor uzelf. Op het punt van COA, bedankt voor het advies. Ik kijk even naar de andere fractieleden of er tegengeluiden zijn of dat het breder gedeeld wordt. Want nou, dan besluit ik nu hier dat ik die functie zal opzeggen, meneer Eertmans.